Dank u wel, voorzitter. Europa en China zijn natuurlijk zeer belangrijke handelspartners. En China heeft een steeds grotere impact op die mondiale economie van vandaag. En heeft dus ook tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid wat de naleving van sociale normen betreft. Ook is de eerbiediging van de mensenrechten en de sociale rechten in het kader van de samenwerking tussen Europa en China essentieel. De commissie Werkgelegenheid verwelkomt op dit vlak de geleverde inspanningen door de Chinese centrale en ook lokale overheden. Maar we wijzen erop dat een duurzame financiering van een stabiele sociale zekerheids- en gezondheidsstelsel dat alle provincies van het land in gelijke mate ten goede komt, een van de grootste uitdagingen van de Chinese regering in de nabije toekomst is. Een strikte en doeltreffende controle op het naleven van de wetgeving op arbeidsvoorwaarden is eveneens noodzakelijk, ook in tijden van economische crisis. Het is niet aan ons om China altijd de les te lezen, maar we kunnen wel helpen om door het uitwisselen van ervaring en werkmethode nieuwe systemen op te zetten. We wijzen ook op de verantwoordelijkheid van westerse ondernemingen die in China actief zijn. Ten slotte vragen we ook aan de commissie om een geïntegreerd Europees beleid te voeren in de Zuidoost-Aziatische regio en de investeringsstrategie met China zo snel mogelijk op te starten.